Minister Ildis Polak-Bigli heeft afgelopen vrijdag een delegatie uit de Republiek Estland ontvangen. De delegatie stond onder leiding van Marianne Mikko, lid van de presidentiële adviescommissie. De ontmoeting was in het kader van de lobbycampagne voor een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Het doel van de delegatie was het presenteren van de Estlandse kandidatuur voor de niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad voor de periode 2020-2021. Minister Polak-Bigli is blij dat Estland in haar lobbycampagne Suriname als eerste aandoet. Verder heeft de Surinaamse bewindsvrouwen ook mogelijke gebieden van samenwerking besproken met de delegatie uit het Europees land. Zo gaf ze aan dat Suriname, om het niveau van het bosrijkste land ter wereld te behouden, moet samenwerken met gelijkgerichte partners. Bovendien heeft Suriname ook veel te bieden op het gebied van traditionele geneeskunde. Samen met Estland wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een e-visa, e-residence en e-demografie. Estland is 10 jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van de e-card, een kaart die onmiddellijke toegang biedt tot persoonlijke informatie over school, belastingen, burgerlijke aangelegenheden en andere dienstverlening. Het bijzondere aan deze kaart is dat Esten, waar zij zich ook bevinden in de wereld, kunnen deelnemen aan verkiezingen door te stemmen. Estland zal Suriname daarbij technisch assisteren via hun eigen e-academy. Nu Suriname doet de Estlandse delegatie Guyana, Trinidad en Tobago, Grenada en Barbados aan.